Oh, wat lang geleden dat ik naar de kapper ben geweest. Nee, dat we een house tour hebben gedaan. En ik denk dus dat dit de allerabsurdste house tour wordt die ik ooit op mijn kanaal heb gezien. Dat ik dat nog ooit zou zeggen. Ik zag een fragment op TikTok voorbij komen van Samuel Onuha. En als je hem niet kent, hij is de eigenaar van het kledingmerk Icons Amsterdam. Weet je al die kleding die zeg maar cursusverkopers dragen? Nee, ik ga niet haten op ze. Maar het is niet per se mijn stijl. Laten we even hebben over Samuel. Dit is Samuel dus. En hij is zo iemand die advies geeft over rijk worden, maar dan op een hele agressieve manier. Still putting out YouTube videos every week. Ik zeg al jaren, slaap sneller. Dan moet je sneller slapen. Make money, neem een ijsbad en af en toe uppercut je moeder. Goed, hij heeft dus een house tour gedaan. My $3 million dream penthouse revealed. Ah ja, trouwens, de hele video is in het Engels gesproken. Yes, what's up guys? Welcome to a new exclusive video. In this one, I'm gonna show you my... Oh, exclusive video. Exclusief op mijn kanaal, mijn house tour. Zie je nou een tour van mijn huis op iemand anders kanaal? Ik weet niet hoe ze dat hebben gedaan. Waarschijnlijk ingebroken. Before I show you the penthouse, for the people that don't know me, my name is Samuel Onuha. I'm a 24-year-old self-made millionaire. I'm the owner of a fashion brand called Icon Amsterdam. Last year, we finished with 20 million in revenue. 20 miljoen? Oh, wacht, ja, dat zag ik net ergens staan. Hier in zijn YouTube bio staat het ook. Wat op zich al absurd is om je salaris in principe in je YouTube bio te zetten. 20 mil a year with Icon. Nice guy. Hij gebruikt een soort van zijn YouTube bio als een Tinder bio. Ik ben Samuel, 20 miljoen per jaar met Icon. Vriendelijke gast. Trouwens, dat zegt helemaal niks. 20 miljoen per jaar in revenue, dan kan je letterlijk verlies hebben gedraaid. Wat me niet lijkt, want we gaan nu kijken naar zijn $3 million penthouse. So like I said, this place costs 3 million if you buy it. But I'm smart with my money, so I don't buy it. I rent it. I pay 10k a month for this place. So let's show it to you. Wat? Er staat hier my $3 million dream penthouse. What's up, pieces of shit, broke ass motherfucker. Vandaag ga ik jullie allemaal laten zien hoe fucking insane rijk mijn huisbaas is. Oh, trouwens ook nog één ding. $3 million dream penthouse. Klopt ook niet helemaal. Of nee, in ieder geval, de WOZ-waarde is 2,379 miljoen. Alsnog, veel. Fucking veel. I moved to Amsterdam when I was 20 years old. And it's always good to put yourself outside of your comfort zone, you know. I come from a very small town. And yeah, the places we know the least, we learn the most. Even tussendoor. Hoezo staat hij hier te praten, maar zit hij ook op de achtergrond? Vandaag gaan we kijken naar een house tour van pure luxe. Wat vind jij ervan? Nou, oké. Okay. And to get back to what we were saying earlier about that I rented. Come on, I know broke people right now be in the comments. Oh, he rents it, he doesn't have the money, this and that. Come on, man. Where do you live? At your grandma's house, your mom's house? Come on, man. Ja, fair. Fuck. Ja, nou oké, even een punt. Ik moet wel zeggen, ik heb dit gekocht. Nu is wel jouw outfit duurder dan deze hele studio. Oké, fuck, je bent rijker. Ja, nou, ik heet rijk. Ah, fuck. And also, who gave you that advice? Who? Maybe it's your dad or something, or your grandpa, who sits on like a old rusty house for all his life. Oké, mijn pa heeft ooit bij de bank gewerkt, oké, dus... Oké, die bank is wel failliet gegaan. Het enige waarvan ik dacht in mijn leven dat ik iets goeds had gedaan, dat ik iets voor elkaar had. Sterker nog, een deel hiervan was illegaal gebouwd door de vorige eigenaresse, waardoor ik 2 jaar in de rechtszaak zat. Come on, who do you want to listen to? I listen to Grant Cardone, for example, who says, only buy where it creates cash flow, so never buy where you live. Nah, you lost me. Oké, ik dacht heel eventjes dat hij me had. Totdat hij dat zei. Grant Cardone, dat is de grootste idioot die het internet kent. Grant Cardone doet zeg maar dit soort uitspraken. If you're a millionaire, you're f***ing broke. Let's keep it real. What's a millionaire? Nothing. What the fuck? Grant Cardone is zeg maar iemand die zijn eigen speech exclusief op zijn eigen YouTube kanaal uploadt. En dan de titel geeft, most inspirational speech of all time. Ja, fuck Martin Luther King. En fuck millionaires. What's a millionaire? Nothing. Robert Kiyosaki, Rich Dad Poor Dad, says the same thing. So, I listen to these billionaires. I don't know about you, but that's why I rent. I have my brother here as well. Ruben Onuha, 22 years old. Oh, het is zijn broer. Het is gewoon een fucking kopie. 22 jaar. Kill like 35. Kill like op de persoon die mij heeft gepest op de middelbare school. Dat was een leraar. Kijk ook hoe knap zij zijn. What the fuck? Als ik in de club sta met mijn broer Sam en zij twee komen binnen, dan doe ik dit. Doe ik
Wat heet hij in de fucking Houdini? Zij heet Onua. Dat klinkt als iemand uit de Avatar-wereld. Also live here half of the year in Amsterdam, other half in Dubai. Doing business now with my brother for around 4 years, so... Well, hij leeft er ook? Also live here. Okay, dus je huur gaat door 2, €5000. Sterker nog, dit is jouw huis met meubels en al te huur. Dat is €8900 per maand, niet 10.000. We zijn 3 minuten 14 in de video. En we zijn nu al van 3 miljoen naar €4450 per maand gegaan. Alsnog fucking veel geld. Zelfs dat is nog veel. The business went sky high last year. We did amazing. And this year we are doing better. So currently I run most operations for Icon Amsterdam. We currently have around 35 people in the company. Oh wow. Okay, dat is wel vet. Weet je, ik ben ook aan het mierenneuken. Hij klinkt ook echt heel erg aardig trouwens. Sorry dat ik zo vervelend aan het doen ben. Ik ga nu echt kijken naar de house tour. I started in 2018 with e-com. Back then, started from absolutely zero. Had €200 on my bank account, literally. And... is niet absolutely zero. Sorry. Maar overigens was je toen 18 jaar oud. En zeg maar, iedereen die ik ken die 18 is, staat 10.000 in de schuld. Dus. Man, beginning was tough because I was stubborn as shit. Limiting beliefs. Oh, don't invest in a mentor. They are all scammers, this and that. So it took me 6 to 10 months before I started making some money. Niet super lang. Dus als je nu begint, dan verdien je al goed in oktober. Op zijn 18e begon hij. En op zijn 19e verdiende hij al 67.000 per maand. Dat is niet heel lang. Je hebt niet heel lang gestreden hoor. Here we have the big living room. So I don't know how many meters this couch is. But it definitely fits like 15, 20 people. He also did a mastermind here like 2 months ago. With a lot of clients of us that doing amazing. Millions of months in revenue. Also with dropshipping. So we'll show. Ik zag in deze shots 3 Boyd Hooks. Dit zijn precies de mensen die Icon Amsterdam kleding dragen. Check hier. Boom. Op de site. I got this place furnished, so that was great because it saved me, of course, a lot of time and headache. And we put the finishing touches on it ourselves. You know, we got some nice artwork here as well. Big Boquito, you know, Boquito, that's the gorilla that escaped here from the zoo in the Netherlands. Crazy story. Big Boquito makes 50k a month. Dit is mijn bureaustoel, maakt zo'n €120.000 per maand omzet. Dat is €800 winst. Dit is mijn vijfde pak en deze maakt zo'n €800 miljard omzet. So here we have 100-inch TV. Man, this motherfucker was a headache to get here. €8000 or something. And every time they wanted to deliver it, the delivery guy said, oh, it's too big, it doesn't fit in the elevator. And they returned it like 4 or 5 times. But I knew it fit in the elevator, but these workers these days, man, they're lazy as shit. Ja, ja, dat kan. Of als ze een €8000 tv beschadigen, worden ze misschien ontslagen. Dus dat risico nemen ze niet, want in principe hebben ze gewoon kinderen die ze moeten eten geven en naar school sturen. Of je hebt gelijk hoor, het kan ook dat ze lazy as shit zijn. And I walk down with Ruben and we grab this 100-inch TV. We pull it in the elevator and you see, it's very big. So I'm 6'4" and you see this guy, yeah, it's very good. We hebben er helemaal niks aan dat we nu weten hoe lang jij bent. De tv staat namelijk niet op de grond. Check mijn nieuwe geluidsdemper hier op de muur. Fucking nice. Kijk, hij is ook best wel groot. Je moet je voorstellen, ik ben 1,82, dus... You see this guy, yeah, it's very good, especially in the evening when you turn down all the lights. You can just sit here, so I'm here. Ruben has his spot here, and you can just watch movies, watch some Champions League football. Je zet Netflix aan, dan kan je hier zitten, je kan hier zo zitten. Je kan, in principe kan je zelfs de televisie aanzetten, ga je boodschappen doen. Kan allemaal, 100-inch televisie, €8000. Ik ben 6'4" en fuck PostNL medewerkers. Let's get the fireplace underneath it. Very nice. If you know, you know. Business class if you're from the Netherlands. I do know. I do fucking know. I know. Ik zat economy, maar de stewardess keek mijn video's. Alsnog, ik heb er 2, oké? Okay? Hoeveel heb jij er? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nee, fuck it, fuck it. Business class if you're from the Netherlands. At the moment we fly first class though. So let's walk into... Is dat hoger dan business? Is er een hoger dan business class? Waar zit je dan? De cockpit? What the fuck krijg je daar als souvenir? Een Rolex? Welkom in first class, meneer. Hier is uw Gucci armband. Let's walk into the hallway.
me show you the rooms. So here you can. Here's my room. Enough space. Here's where the magic happens, of course. Hoe knap zijn deze gasten? Zelfs zijn lach is perfect. Dat is de beste lach die ik ooit in mijn leven heb gezien van een man. Weet je hoe ik lach? Ja, jullie weten hoe ik lach. Ik lach zo. No, that doesn't happen so much sometimes. Nah, it doesn't happen. Not so much. Alright, sometimes. Alright, I do fuck quite a lot, but you know what I mean? I actually fucked your mom. What the fuck? Ik ben je broer, dat is ook jouw moeder. Here the hallway, let's go. We have one bathroom here. So this house has three bedrooms, three bathrooms. This bathroom we don't even use. Because we, come on man, we get too much of it. Then here, this is a... Volgens de plattegrond heb je twee badkamers. Of ze tellen de aparte wc mee, dat kan natuurlijk ook. Maar twee echte badkamers. Wordt dit een soort Glenfontein house tour, zoals hij toen deed. Alsof zijn huis 10 keer groter was dan het echt was. We hebben hier nog twee kamers. Hij zegt dus nu dat twee slaapkamers zijn. Maar ik heb gewoon een plattegrond voor me en het is de wc. Trouwens, wat jullie nooit hebben verteld, achter deze deur zit mijn eigen pretpark. Als je goed luistert, kan je het ook horen. Nou, toen liep hij een kamer in met een zuurstoftank. In dezelfde kamer had hij ook nog een gastenbed en een infraroodapparaat. Do your own research. Red light therapy, amazing for your skin, recovery, your muscles. So this is this... the best investment, to be honest. Yeah, I think this one only cost, or only, 2000 euros. Oh, shit, echt? Oh, yeah, now that's actually a very nice price. So I take two of that, please. Also, this gun, also amazing. Oh, shit, die heb ik ook. Shit, check. Holy shit, ik heb... To do some massage gun after you trained hard. Oh. Nee, dat is niet deze. Deze is niet voor je... Oké, ik heb een andere. Nou, toen liet Samuel zijn kamer zien, die was nice. Op zijn kast had hij natuurlijk allemaal van die tasjes die je krijgt in first class, denk ik. Toilet here, got a private sauna here. Big shower, big rain shower. It's very nice. Better than what you have at most hotels even. And there we had the bath. It also has like a jacuzzi function. I live here now for almost a year. Haven't used it a single time. Dat is mijn bath. Hij heeft jacuzzi functie. Denk ik. Ik heb het eigenlijk nooit gebruikt. Trouwens, ze hebben toch 2, niet 3 badkamers. Alsnog is dat genoeg om allebei je eigen badkamer te gebruiken. Waarom zou je samen 1 badkamer gebruiken? We gaan met z'n tweeën in 1 badkamer. En dan hebben ze ook dezelfde tasjes. Zo. Allebei een Versace. Die Versace badjassen. Oh, dat is eigenlijk wel cute. Also, this is Sky, by the way. Here. Sky. She is 3 years old at the moment. Everyone loves her. Best. Sky makes 100k a month. Dat is Bokito ook een loser eigenlijk. Die maakte maar 50.000. Fucking loser. 50.000? Dat spendeer ik. Op een tank vol met zuurstof. Everyone loves her. Best dog in the world. Doesn't bite, doesn't bark, doesn't walk up to people, act all crazy and shit. And doesn't shit on the wall. Doesn't shit on the wall. I don't know what your dog does. Well, I do know, and it doesn't shit on the fucking wall. Wat gebeurt hier? What the fuck? Dit is mijn fucking hond. En hij schijt niet op de muur. Wat doet jouw hond? Weet je? Mijn hond die trekt zich ook nooit af op mijn tandenborstel. Wat doet jouw hond? I love this kitchen, to be honest, because it's a kitchen / chill and bar area. So I use this a lot because here, of course, you have all the things you want to use, to drink, to eat food. And if you can see, this hallway is crazy as long. So often it's better to just chill and relax here. Here we have also a nice little couch. Is hij nou video's van zijn eigen broer aan het kijken? Hij was ook net te laat met kijken. Hier zie je hem kijken van, is dit mijn cue? Moet ik al kijken? There's my brother chilling, watching my videos. What the fuck, nu ben je al te moeten kijken, te laat. Jesus. Fuck man, oké, opnieuw, vanaf het begin. This is my kitchen, I eat here, drink here, I have my plate here, glasses here. This is a Gaggenau kitchen. This kitchen costs 70.000 euros, so it's a good... Which I haven't paid for, because I rent this place. Look at this floor, guys. It's fucking expensive. Mijn huisbaas is fucking rijk. Good kitchen, it worked. Even though I don't use it too often. We got private chef. So here we have the second balcony. Also amazing. We decided to put this fake grass here. It makes it look very nice. And it has the color of money, so. Oh fuck, hey, een ijsbad. Neem een ijsbad. En af en toe,
Uppercut your moeder. Sacrificed a lot to get here. I missed a lot of parties, had to say no to my friends. People were going out in a weekend in my small town, going to the pub. I said no, I want more out of life. And it's the... Je moet gewoon begrijpen dat van heel die vriendengroep, wat niet meer mijn vrienden zijn omdat ik ze heb verwaarloosd, maar ben ik de enige met een jacuzzi, oké? Die ik niet gebruik, omdat ik geen tijd heb om die jacuzzi te gebruiken, want ik moet geld verdienen. Maar ik ben wel de enige. Hij heeft dus echt wel zijn 18 tot en met zijn 25, wat in principe, ik heb veel meegemaakt in die periode. Veel leuke dingen. Heeft hij gespendeerd aan geld verdienen. Als je dat wilt, niet erg vindt, nou ja, dan kan je rijk worden. What is the price you're willing to pay? My price is everything. Okay, so people will say, what the hell is this thing? So it's a water filter. It's the best water filter in the world. It's a Kangang Levelock Key 8 machine. So this is my water filter, the allerbeste in the fucking world. This is the X28 4-3 Plus Gangang. So this thing cost $4,000, so it's not a cheap investment. To be honest, you don't need a water filter to get rich. So before you people start saying, I need to buy a water filter, Samuel has the same thing. Ja, dat's precies wat ik dacht. Ah, wat ben ik blij dat hij dat nu zegt. Ik was hem al aan het afrekenen. Okay, we are back in the living area. Amazing here, we got the big dining table, all marble, very nice. Honestly, never really eat here. Like my jacuzzi and never fucking used it. Fuck this table. My landlord has a 70,000 euro kitchen, so I eat there, okay? Here I work very often, so I just put my laptop out here. Ruben is working from... Oh, hey, kijk, hij gebruikt hem wel, maar dan om te werken. Dit shot ook trouwens. Ze hebben echt voor dit shot moeten gaan opstellen. I love it. Oh, hier nog één. Hallo Duitsland, Big Gates. I'm the only one that shows numbers, that talks what I do. Last November, I was able to do on Black Friday 750,000 in a day. Jezus. Dat is wel trouwens in revenue. Dit is de winst, 250.000. Alsnog echt tering veel. Alright guys, come with me. Let's show you the whips in the garage. So here we got some shopping. We shop for like 20,000 here in Pace Hoofdstad. 1 week ago we didn't have time yet to open it, but that's what happens, you know, when you're all about making money. Ja, nee. Dat's best wel triest. Als dit echt allemaal ongeopende designer is, dan heeft hij of echt geen tijd gehad om het uit te pakken. En dat is wel heel erg zonde van je leven. Als je zelfs geen tijd hebt om je designerkleding uit te pakken. Laat staan hoe weinig tijd je dan hebt voor liefde en voor familie. Of, dit doet hem echt helemaal niks meer. Hij heeft het voor elkaar gekregen om op zijn 25ste al geen drill meer te krijgen van designer. Wat gaat het dan nog worden? Maar goed, dit was dus de huistour wel... Tering vet huis, niet normaal. Oprecht ook een van de meest entertaining house tours die ik ooit in mijn leven heb gezien. Hij gaat nu naar de garage van hem. Let's move to the whip. So you have some other nice whips lined up here. Of course, the Rolls Royce. Who knows? I might have purchased one. Who knows? En dat heeft hij gedaan. In Dubai heeft hij nu een Rolls Royce. Hij is wel oprecht echt rijk. Dat betwijfel ik dus bij Boyd Hook bijvoorbeeld. Nou, hij is zo rijk dat hij ook nog een Lamborghini heeft. Zelfs zijn hond loopt hier cool. What the fuck? Ik moet eerlijk zeggen, ik heb veel grapjes over hem gemaakt. Maar ik denk dat hij best een prima inspiratie is om rijk te worden. Niet om waardevolle herinneringen te maken, maar wel als je ooit heel veel ongeopende designer in je gang wilt hebben. Of course it costs 360,000, but it's not about that. It's about the person you become to reach that goal. That's exactly what I always say. So peace out motherfuckers, thank you for watching.